Vorige week viel er een hele bak met stenen op de grond. Ik was bezig om uit te pakken voor het shamanistische festival en alle stenen waren overal in het gras. En dat is gewoon heel apart hoe dat gebeurt. Vanochtend heb ik, omdat ik morgen weer naar de markt ga, de stenen geordend, bij elkaar gelegd, steen bij steen. Want jemig, het was ook zo ontzettend warm dit weekend. En ik heb gewoon heel veel rust genomen omdat het gewoon veel te warm was. En nu is het een klein beetje koeler, kon ik het gewoon beter doen. Maar goed. Ik kom bij dit steentje. En als ik het zo zie, dan denk ik het is een onyx. Maar eigenlijk voelt het heel speciaal. En heb ik het gevoel dat het iets meer is dan alleen een onyx. Het heeft wat bobbeltjes. Het is wat onregelmatig, zoals de onyx is. Maar toen ik het opraapte, had ik echt het gevoel van, hey, dit is even de steen van mij. Dus dan leg ik hem bij mij op bureau en kan ik daar even wat meer naar kijken. En ik doe dit al. Het lijkt net alsof ik hierdoor meer ruimte krijg. Meer dingen. Meer dingen weer gedaan kan krijgen. Makkelijker uit mijn woorden kan komen en dingen ook kan doen. Zo speciaal kan een steentje zijn. En ik heb zelfs heel veel 1 euro steentjes die een hele speciale en bijzondere invloed hebben. Nog ineens. Ga maar eens in de natuur lopen en kijk eens naar een steentje. Dan zal je merken dat er altijd iets is dat je mee naar huis toe wil nemen. En of het nou voor even is of voor langere tijd, kijk maar eens een keer gewoon rondom je heen. Dan zul je merken dat een steentje gewoon, net zoals deze, je iets te vertellen heeft.